en op een rij, zitten er nog wat met je bij. Geld uitgeven kost je wat, liever heb je het in de pot. Een centje hier, een centje daar, zo heb jij alles voor elkaar. Thank you.
zoo. Maar de zinnen zijn op de stoel. Als je pas getrouwd bent, denk je koekjes bij de eindeloze. Kinderen op de stoel. Als je pas getrouwd bent, denk je koekjes bij de eindeloze. Goede zee, lekker mee zee. Voor dat ze lekker is, voor dat ze lekker is. Met 7 jaar ben je op de hoogte van de jongens. En zo lang als je een moment in mij vaststaat, dan treuren wij nog niet, dan treuren wij nog niet. En zo lang als je een moment in mij vaststaat, dan treuren wij nog niet. Over de borst aan op de zoek naar lang of groot zijn. Laat ons, laat ons, vrede naartje onder het laagje. Laat ons, vrede naartje onder ons. Ja, I
schip op de dik, kijk dan op zijn klok. Hij de stoelse pijl. Iedereen er is, dat ze lastig en niet op de mat gelet. Puntje boos, die was waar. En die stoelse pijl verleggen we weer aan de baan. Dubbel in het klok. Zeggen, maar ik heb vanwege gevraagd of ik Anneke en Patrick mocht zeggen. En dat doen we dus bij deze. Van harte welkom in deze, en dan mag ik toch wel zeggen, mooie zaal van Huis Aard. Een bijzonder woord van welkom wil ik graag richten aan de grootouders, oma en opa Holkamp. Fijn dat u er vandaag bij kunt zijn. Het lijkt me namelijk een hele belevenis om nog aanwezig te kunnen zijn bij het huwelijk van een kleinkind. U zult in de afgelopen tijd best wel goed verwend hebben, maar dat mag, hè? Opa's en oma's, die mogen kleinkinderen verwennen. Ik hoop dat u echt een hele fijne dag hebt vandaag. Een van mijn wensen is ook nog getuige te mogen zijn van het huwelijk van mijn kleinkinderen, maar dan moet ik heel eerlijk zijn, mijn oudste is pas 11. Dus dan heb ik, hoop ik, nog een heleboel te doen. Een ander woord van welkom, een bijzonder natuurlijk, de getuigen. 4 in getal zelfs. Zus en tante van Anneke en de broer en weer opa van Patrick. Voor u moet het helemaal bijzonder zijn, hè, vandaag. Voor het eerst van uw leven getuigen, ja. En dat nog wel van zo'n knappe, ja, kleinzoon mag ik wel. En u bent, als ik goed ben ingelicht, ook weer terug in de oude gemeente, waar u heel lang geleden hebt gewoond. Er stond een klein foutje in, want ik weet niet of u helemaal op de hoogte bent, maar vroeger was het Herwen en Aard. De dorpen Herwen, Aard, Lopend en Tolkamer en Spijk. En 10 jaar geleden hebben ze Pannerden, ik wilde een stukje verderop aan die kant, hebben ze daarbij gevoegd. En nu heten wij hier dan ook Rijnwaard. Als u nog eens rond zou kijken, waar u hier vroeger geweest bent, maar dan kent u het absoluut niet meer terug. Vroeger woonden er ook 3.000 à 4.000 inwoners. En nu zijn we al heel groot geworden. We hebben er al 10.000. Dus als u nog eens een keer komt kijken hier, dan zult u uw ogen echt uitkijken. Ik had dat niet, maar we hebben 2 maanden. Ja, u bent gegaan. Dus toen heb je er nooit meer wat van terug gezien. Nou, het is best de moeite waard hoor. Ja. De Rijn is nog steeds mooi. De Rijnkade. Alle getuigen. Ik wil de anderen natuurlijk niet tekort doen, zeker de zus niet. Dat hoop dat zoals mijn zussen hoogst gebruikelijk is. We spreken niet alles met elkaar. En er wordt raad gegeven of om raad gevraagd. Dan heb je heel trouw geluisterd. En jij natuurlijk naar je broer. Heel braaf geluisterd. Ja. Dat nooit een stukje zegt, of juist wel. Het vervelende van getuigen zijn in 1995 is dat u straks niet meer mag zeggen. U mag feitelijk niet eens meer de huwelijksakte tekenen. Dat is allemaal verleden tijd. U mag alleen maar luisteren of Anneke straks ja zegt tegen Patrick en Patrick tegen Anneke. Maar ik neem aan dat niemand daaraan twijfelt, want anders waren ze toch niet hier gekomen.
daar was ik gebleven, ja. Er zijn nog andere hele belangrijke personen vanmiddag hier. Dat zijn jullie met z'n drie. Ja, jullie hebben ook een hele belangrijke taak, hè. Jullie moeten zorgen dat de bruid vandaag niet zo overkomt. En jij helemaal, jij moet mij straks helpen. Weet je nog wanneer? Wanneer moet jij mij helpen? Als de... Wat zei dit? Oh, wijs ik op de verkeerde vinger aan ook. Wat zei dit? Dit is het. Een ring, die zou jij aan mij brengen straks, hè. Ja? Dat is dat weer goed. Niet vergeten, hoor. Maar ik roep jou wel. Is dat goed? Ja? Mooi zo. De zaal waarin we nu zitten is altijd een zaal geweest waar heel belangrijke beslissingen werden genomen. Het zou niet, denk ik, komt niet uit deze buurt. Dus het zal nu feitelijk een grote zorg zijn dat IJsselpolder hier altijd gezeten heeft om alles op de waterstand goed te bekijken. Vooral oog te hebben voor onze dijken. En bovendien heeft de gemeente Rijnwaarden hier gezeten. Niet zo heel erg lang. En al die heren die hebben hier belangrijke beslissingen genomen. Over ons enige rotonde in heel Rijnwaarden en over alle mogelijke verkeersdrempels. En daar praten we nog niet over de onroerend goedbelasting. Vandaag wordt hier ook een heel belangrijke beslissing genomen. Namelijk Anneke en Patrick, die gaan straks elkaar het ja-woord geven. En ik hoop dan ook dat 11 mei een even belangrijke datum voor jullie wordt als 29 november. En 24 juli. Ik neem tenminste aan dat die twee dagen elk jaar gevierd worden. Maar zondag moet 11 mei natuurlijk ook worden. Een dag om met plezier aan terug te willen denken en elk jaar feestelijk te herdenken. Het is ook een hele belangrijke dag, want jullie zijn net nog als ongehuwde dit pand binnengetreden. Een mooie trapje op. Die foto, dat is de vereeuwiging eigenlijk, dat je als ongehuwd bent. Want je gaat straks diezelfde deur en hetzelfde strakje weer, datzelfde trapje weer af, als man en vrouw, om samen een nieuw begin te maken. Nou hoort u aan mijn stem wel, ik leg een beetje de klemtoon op dat nieuwe. Dan vind ik ook dat het huwelijk een andere relatie is dan die je tot heden hebt gehad. In het burgerlijk wetboek worden aardig wat dingen geregeld, juist voor mensen die getrouwd zijn. Jullie kennen elkaar al bijna 10 jaar, om precies te zijn, vanaf de zomer 1985. Ik hoop dat ik het goed heb. Ja, absoluut. Ja, en sinds januari 1994, dat is ook alweer ruim bijna anderhalf jaar, wonen jullie samen. Dus mogen wij allemaal aannemen dat ze elkaar wel heel erg goed kennen. Patrick is volkomen op de hoogte van alle goede eigenschappen van Anneke. En Anneke die kent natuurlijk ook alle kuren en minder goede eigenschappen van Patrick. Terwijl er ongetwijfeld zeker ook hele goede bij zitten. Ik ben vorige week bij hem op bezoek geweest en heb ik dat gevraagd. Nou, dat heeft wat gekost, moet ik eerlijk zeggen. Voordat er wat, dat ze zeiden, nou hij is dit, zij is dat. We hebben toch wat bij elkaar gekregen en dan wou ik eigenlijk aan u vragen of u het bruidspaar ook goed kent. Zij weten wat, dat is de vraag of u weet wat nou bij Anneke hoort en wat bij Patrick. Ik zal er een paar noemen en dan moet u zelf maar kijken of u zelf een dienst kunt geven dat u ze allemaal goed had. Een echte doorzetter. Ik ga natuurlijk geen stur zeggen, dat weet iedereen wat ik bedoel. Dus ik gebruik meestal de mannelijke vorm. Dat mag wel, denk ik. Het is een echte doorzetter. Maar dat is vrij duidelijk. Ik zag tenminste een glimlachjes. Is soms heet gebakerd. Vrij duidelijk. Ik heb er wel soms tussen gezet, want altijd dat kun je niet maken. Neemt ruim de grootste tijd en komt daardoor wel eens in tijdnood. Is dat ook bekend dat je dat hoort? Van de ouders die zitten al te lachen. Dan moet ik eerlijk zeggen, het klopt dat natuurlijk niet helemaal, want vandaag waren ze uitstekend. Prima. Fanatiek sportief. Of sportief fanatiek, het is maar hoe dat u het wil zeggen.
En wat u daarbij voor moet stellen, weet ik ook niet. Is erg ambitieus. Ik zie mensen al jaren, dat is toch ook al bekend dan. Vertrouwt iedereen. Positief uitleggen, alstublieft, natuurlijk. Ik kan ook wel eens negatief uitvallen, maar dat is dan het risico. Staat klaar voor iedereen. Vrij duidelijk, dacht ik. Doe ze terug dan twee. Maakt van werk een hobby. Ja, dat is ook helemaal niet moeilijk. Vindt alles wel best en is romantisch van aard. En toen keek moeder naar haar zoon. Is guitig en toch wat terughoudend. Dat dus keek die moeder. Maar ik neem aan dat er toch niets is tussen is wat niet goed is. Er staat niets dat huwelijk in de weg. Het zijn allemaal toch wel dingen die niet onovertogelijk zijn. Als ambtenaar probeer ik ook aan het weten te komen wanneer die eerste liefdesvorm over is gesproken. Onder het genot van een lekker kopje koffie ben ik erachter gekomen. En toen ze aan het vertellen gingen, nou ja, af en toe moeten ze dan elkaar verbeteren. Je weet de datum nog wel en de andere, ja, de fijne finesse is niet. Of ze willen dat niet vertellen, dat kan natuurlijk ook dan. Maar ik heb de datum zo'n beetje ontdekt en de tijd ontdekt. En in tijd dat ik dit genoeg heb om dat te doen, heb ik al een aardige lijst van verschillende mogelijkheden bij elkaar gezocht. Dat was heel vroeger, dat komt niet meteen. Ik heb slechts in al die tijd dat ik dat doe, een jaar of zeven, ik zeg één stel gehad die elkaar ontmoeten in de kerk. Terwijl dat 40 of jaar of meer geleden eigenlijk heel gewoon was. De middelbare school, dat is ook een broedplaats eigenlijk voor huwelijken. Maar dan moet je natuurlijk wel op dezelfde middelbare school gezeten hebben. En als dat niet het geval is zoals bij jullie, dan is dat in feite ook onmogelijk. Jullie hebben ook geen gebruik gemaakt van de hypermoderne manier om elkaar te leren kennen, dat is de disco. Je kent het natuurlijk wel, al die flikkerende lichtjes van alle mogelijke kleuren. Die heren met hun lekkere koele blonde in hun hand, de dames met een duur gemixt drankje, en dan proberen ze indruk op elkaar te maken. Maar dat is bij jullie helaas ook niet gebeurd. In ieder geval, en daar ben ik jullie heel erg blij mee, jullie hebben voor mij een nieuwe aan mijn lijstje toe. Namelijk, weet je dan? Ja, ik ben goed. Hij wist toch precies de plaats waar hij voor het eerst, niet dat het meteen aan was, omdat dan maar het gewoon was te gebruiken, maar hij weet nog precies waar zijn beide ogen voor het eerst op anker vielen. En dat was in het zwembad in de regen. Ik weet niet of u dat nog weet. Hij heeft mij verteld dat dat waar was. Het zwembad in de Reden heeft hij haar voor het eerst gezien en daar is het ook die dag bij gebleven. Alleen maar kijken. Anneke was daar toevallig met een groep van Reco. En ja, neem mij niet kwalijk, maar ik heb moeten uitzoeken wat dat was. Maar van de week heb ik het ontdekt, stond in het Gelders Dagblad, dat de Reco nog kans maakt op promotie. Ik had het eens uit willen knippen en mee willen brengen, maar ik dacht, ach, ik kan het dus ook zo wel vertellen. Maar ik heb het er in ieder geval bekeken. Ik wens ook bij deze nog veel succes, dat zou ik moeten deugd doen als dat zou lukken. Dat dacht ik. En ook Patrick was met een stel vrienden van hem uit de Velle daar naartoe gegaan. Zoals ik al zei, het bleef voorlopig bij kijken, tenminste dat zei hij toen. En hij heeft zelfs niet gezegd wat hij dacht toen hij haar zag. Zijn vrienden die hadden connecties met de jongens van Reco en daarom ging hij, en neem mij niet waar, maar dat is bijna niet te geloven, hij ging als voetballer kijken naar het korfbal. En daar zag hij Anneke ook af en toe en toen raakten ze aan de praat. Verder was er echt niets aan de hand, gewoon gezellig te praten over het korfbal. Tot aan die filmavond in de kantine van Reco. Ze wisten nog precies te vertellen
dat het een film was van Bert Spencer en Terence Hill. Voor degenen die dat niet weten, dat zijn twee jongens met vier stevige knuisten. En daar wordt meestal goed bij gelachen. Ik denk dat het met opzet was. Patrick ging naast Anneke zitten. Toeval. En zo is het gekomen. Van de inhoud van de film wisten ze niet veel meer af. En ik ben er ook heel erg bang dat ze er ook niet zoveel van gezien hebben die avond. En dat ze meer oog hadden voor elkaar. En dan mag dat natuurlijk ook meer oog voor elkaar dan voor de helden op het scherm. En toen klikte het, om het zo maar eens te zeggen. Vrijdag 25 oktober 1985 kregen ze dus echt verkeer. Al heel snel, het schijnt een paar dagen later geweest te zijn, als ik het goed heb, twee, had Patrick pech. Vaderlieflied, die vroeg hem of hij met zijn goed vaderlieflied. Dat heb ik van hem hoor. Dat weet ik niet. Dat zei hij zo, hij zei dat zo. Vaderlieflied, dan moet ik oppassen. Ja, u vroeg hem uit, mee uit te eten. We zagen voor het eerst, en we gingen toevallig met hem eten, en toen vroeg ik of hij mee was. En helaas, kon hij niet mee? Nee, want dat was uw schuld. U vierde namelijk op die dag uw verjaardag. Dus hij had eigenlijk een beetje veel pech. Dan worden er vriendschapsringen aangeschaft. En die 25 juni 1989 vervangen worden door verlovingsringen. En dat zijn allemaal stappen in feite naar de dag van vandaag. En Patrick gaat zich zeer intensief bezighouden met de korfbal, laat het voetbal in de steek en past daar wel bij het korfbal de trucjes toe die bij het voetbal ook toepast. En of dat nou goed is, dat betwijfel ik. Als Anneke op een zomerse dag in 1994, dus nog niet zo heel lang geleden, thuiskomt, krijgt ze wel een heel erg origineel huwelijksaanzoek. Op de treden van de trappen naar boven liggen letters die achter elkaar gelezen de zin vormen: Anneke, wil je met me trouwen? En als vraagteken dienen een bos bloemen, een fles champagne, alcoholvrij, en de kat. We kunnen ervan overtuigd zijn dat ze toen ook al ja gezegd heeft, anders zaten we niet hier, dacht ik. Iedereen is er natuurlijk bij ingenomen dat er weer een leuk feestje op komst is en beide ouderparen zorgen er zelfs voor dat huwelijkscadeau bij tijd aanwezig is en als het goed is, hebben ze daar zelfs al van genoten. Vooral die verhalen bij mij. Het lijkt dus tijd geworden om nou dat te gaan doen waar jullie in feite voor zijn hier gekomen. Maar, dan moet ik weer voor ambtenaren van het burgerlijke stand gaan spelen. Er wordt van mij verwacht dat ik jullie eventjes wegwijs maak in het wet dat er allemaal geschreven staat over het huwelijk. Nou, er staat dan bepalingen. Dat gaat over rechten en plichten. En dan moet ik erbij zeggen dat rechten en bepalingen en plichten, dat zijn nou niet de gezelligste dingen om te lezen en zeker niet om naar te luisteren. Ja, als ik zou beginnen, wat wij vroeger te oren kregen, dat durf ik in 1995 bijna niet eens meer te zeggen. Maar toen, ik denk ook toen u te getrouwd werd, dat was het eerste wat gezegd werd, en dan moet ik jou heel erg diep in de ogen kijken. De vrouw moet op enzovoort, hij kent de zin nog niet, zal ik hem ook maar niet zeggen. Dan moet onderdanig zijn aan haar man in alles geloven dat ik het goed heb en hem volgen waarin hij wil. Alleen denk ik dat in 1995 een beetje samenspraak of inspraak, wat je het ook noemen wil, in ieder geval minstens van één kant wel gewenst is. Maar zo staat het eigenlijk vol. Al is het natuurlijk al lang uit. Het lijkt me niet verstandig om dat te gaan doen. Ik mag eigenlijk aannemen dat mensen met zo'n opleiding zullen toch van de wet zou kunnen kennen. En bovendien, met plichten en rechten in het huwelijk alleen, kom je niet zo ver.
Je zult het toch samen moeten doen. Die vervelende dingen zal ik maar weglaten. Eén ding hoop ik wel. Dat jullie in de trouwbelofte die je dadelijk gaat uitspreken, ook de wil insluit om samen je schouders eronder te zetten om elkaar gelukkig te maken. Als je dat nou wil doen, dan wil ik jullie vragen om te gaan staan. Elkaar de rechterhand te geven. Ja, dit is... En mij ontbeurt dan die beroemde vraag te beantwoorden. Nicolaas Wilhelmus Marinus Holker. Neemt u aan tot uw wettige echtgenote, Anna Riet, en belooft u getrouw alle plichten te vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Anna Riet. Neemt u aan tot uw wettige echtgenoot, Nicolaas Wilhelmus Marinus Holker, en belooft u getrouw alle plichten te vervullen die de wet aan de huwelijkse staat verbindt. Wat is daarop uw antwoord? Ja. Dan verklaar ik als ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente Rijnwaarden dat het huwelijk tussen Nicolaas Wilhelmus Marinus Holkamp en Anna Riet is voltrokken. En ik hoop van harte dat jullie de nu gedane belofte tot de lengte van jaren getrouw zullen, maar ook kunnen blijven. Nou, moet jij even omhouden, joh. Wie mag het eerst? Anneke of Patrick? Wat zullen we doen? Patrick mag het. Nou, je hoort het. Het is dus de bedoeling. Ja, niet zo gaan rekenen. Ja. Het is de bedoeling, ik wil er altijd graag nog wat bij zeggen. Oh, dat kan. Bij die ring. Ze zijn namelijk niet van niets rond en van goud. De kulke symbolische betekenis namelijk kan hechten. Er zit geen begin en geen eind aan, dat is dan het ronde. En goud is een edel metaal, maar ik neem aan dat je vroeger op school best wel geleerd zult hebben dat die edele metalen nooit roesten. Zelden, of je moet het heel erg moedwillig doen in een of ander zeer naar bad. Dan lukt dat wel. Dat is ook de betekenis eigenlijk voor jullie huwelijk. Ik hoop echt dat jullie huwelijk net zo lang mag blijven bestaan als het deze. En nou, daarom zou ik je willen vragen, Patrick. Dan moet je die kleine nemen, pak dan deze ring en schuif die aan de vinger van Anneke als teken van jouw liefde en trouw. Anneke, dat vraag ik ook voor jou. Wil je deze ring aan de vinger van Patrick schuiven als teken van jouw liefde? Dan mogen jullie elkaar feliciteren.